Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we de kleur zalm maken. Zalm maak ik met geel en met rood. Ik gebruik twee verschillende kleuren rood om te laten zien wat de verschillen zijn tussen deze twee. En dat het dus nogal wat uitmaakt welke kleur rood je kiest om een bepaalde kleur te maken. En daarbij gebruik ik Titaan Wit. Ik zal in de beschrijving beneden nog eventjes vermelden wat ik allemaal precies heb gebruikt. Om de kleuren te mengen gebruik ik ook altijd een paletmes om de kleuren lekker te mengen. Dat doe ik op mijn schilderspalet, die is gratis te downloaden. En ik heb als een soort naslagwerk een schetsboek met wat steviger papier. En daarin vermeld ik dan zeg maar alle kleurtjes. Dat is dan een heel handig naslagwerk voor later. Zoals gezegd gaan we vandaag de kleur zalm maken. Dit doe ik dus met een gele. In dit geval gebruik ik Cadmium Yellow Deep. En een rode, dat is de Cadmium Red Deep. En daarbij heb ik ook wat titaanwit om het geheel wat lichter te maken. Als je wat vaker filmpjes van mij hebt gekeken, dan weet je dat ik begin altijd met de lichtste kleur. En daar voeg ik dan een beetje van de donkerste kleur aan toe. Dat is in dit geval dan rood en geel is dan de lichtste kleur. En ik doe echt altijd een heel klein beetje. Ik hoop dat het zichtbaar is op de camera hoe weinig het eigenlijk is. Ik hoop dat die scherp is. In verhouding met wat er al aan geel ligt, dan is het heel weinig. Dus dan ga ik even mengen met elkaar. Je ziet ook hoe enorm krachtig dat rood is. Dat hele kleine beetje in toch best wel een aardige hoeveelheid geel. Doet wel heel veel al voor de kleur. Ik vind hem nog iets te geel. Nog een klein beetje rood erbij. Dus ik pak nog weer zo'n heel klein beetje. Liever nog minder dan wat ik net had. Is het zichtbaar? Hoe weinig. Goed, ga ik er ook doorheen doen. Kijk. Dan pak ik er nu een beetje wit bij. Ik maak tussendoor steeds ook mijn paletmesje even schoon, zodat ik weet dat de kleurtjes ook mooi schoon blijven. Dan pak ik wat wit. Dat doe ik niet meteen door alles. Ik doe altijd in een deel. En dan vind ik hem nog best wel aan de gele kant. Nog een klein beetje doe ik erbij, zodat ik lekker wat heb om te mengen. Dan kan ik nog een heel klein beetje rood eraan toevoegen. Dat doe ik hier doorheen. Nu vind ik het naar een zalm gaan. Hij kan zelfs nog wel ietsje roder. Je kunt je misschien voorstellen als je nagaat hoe sterk die kleur rood is, dat als je daar in één keer heel veel van bij doet, dat je mega veel geel moet toevoegen om het weer terug te brengen naar een wat gelere tint. Dus dat is voor mij ook de reden om altijd van een lichtere kleur en daarna de donkere kleur in kleine beetjes, in kleine hoeveelheden toevoegen. Nou, ook hier geldt, net als met alles eigenlijk, van je persoonlijke voorkeur. Wat vind jij, wat is voor jou zalm? Nou, dit is wel, vind ik dan wel een mooie zalmkleur. Ik zal hem eventjes in mijn boekje aanbrengen. Vogels in de buurt. Zo. Dan doe ik hem nog ietsje rooier. Doe ik hier ook nog een beetje wit aan toevoegen. Heb je een andere tint. Zo. Deze twee tintjes ga ik ook allebei in mijn boekje doen. Eerst die donkere. Kijk, dit is wel weer een ander tintje zalm. Zo, dan pak ik ook nog wat van die lichtere kleur, die leg ik er een beetje zo half overheen, dat het een beetje mengt nog. En nog wat lichter. Zo. Mocht je nou een andere kleurzalm willen maken, ga ik je nu even het verschil laten zien. Wat er gebeurt op het moment dat je in plaats van cadmium diep rood een primair magenta gebruikt. En dan wel met dezelfde kleur geel. Ik haal dit even weg. Dat doe ik altijd met babydoekjes. Zo, dat maakt mijn paletje schoon. En ik pak een beetje magenta erbij. Die leg ik hier neer. Zo. En dan ga ik even opnieuw mengen. Pak me wel even een nieuw schoon doekje. Pak ik weer wat geel. Leg ik weer in het midden. Nog een klein beetje erbij. En ook hier pak ik dus weer een klein puntje. Ietsje meer. Een klein puntje rood. Net als wat ik net deed. Maar dan nu pak ik dus de magenta. Dit geeft een heel andere beleving. Het is misschien wel zichtbaar al. Nog een puntje magenta erbij. Nog een beetje. Oranje-rood. Zo. En dan pak ik weer wat wit erbij. Ga ik dan ook even mengen. Ja, dit is dan eigenlijk ook wel een heel andere zalmkleur. Ik ga ze eventjes in het boek aanbrengen. Pak ik eerst die donkere kleur. Ik leg het hier even onder. Een beetje. Maak mijn kwastje een beetje schoon. Dan pak ik wat van de lichtere kleur. Die leg ik er een beetje overheen. En een klein beetje daarnaast. Nu heb ik dus eigenlijk twee soorten zalmkleur gemaakt. Nou, zoals je ziet is deze wat, echt wat vergrijster. En deze is wat helderder. Probeer het ook eens met andere kleuren, geel en rood. En kijk wat voor jou de beste, ja, wat jou het beste past. Ik hoop dat je het een leuke video vond en dat je er wat aan zult hebben. Is dat het geval, zou ik het leuk vinden als je het een duimpje omhoog wil geven. En tot een volgende keer.